Brussel Cycling Classic, een van de grotere koersen voor ons dit jaar. Met de toevoeging van de muur van Gerardsbergen en de Bosberg is het een compleet andere wedstrijd dan voorgaande jaren. Nou kan ik wel gaan roepen hier, en dat zal morgen aan de orde zijn, maar dat gaat Jacob jullie wel uitleggen. Morgen hebben we een punt 2 wedstrijd, ja, die kunnen wij in handen nemen. En dan heb je die aanspreekpunten. Dat moeten we hier niet doen. We hebben een sterke bezetting. Wij moeten volgen. We gaan terug naar de tactiek van voorheen volgen. De budding is heel simpel. Je moet gewoon mee aanpikken. En ik heb van de week gezien, Sven, dat kun jij ook. Ja? Ook voor jou belangrijk om vandaag weer net zo goed te rijden als van de week een druivenkoers. Wat heb je mij gisteravond gemaild? Vertel het hier, Jonas. Ja, eigenlijk een beetje research, dingen die ik weet. Remco die woont 10 kilometer van de aankomst en de laatste helling gaat door zijn dorp waar hij woont. En zijn grootste supportersclub, waar hij zelf ook af en toe op café gaat en zo, is op de muur van Gerardsbergen. Vandaar is nog 40, 45 kilometer naar de aankomst. Dus ja, ik denk dat hij wel gemotiveerd zal zijn om zijn WK-selectie nog meer af te dwingen. En zijn moraal is goed, dus ja, verwacht misschien wel actie. Jotter. Voor jou ook, als je nou goede benen voert, als je betere benen van de week, ja, dan ga je voor een spuitende demarrage op het eind. En met misschien hopelijk, net als van de week, een boel er alleen vooruit. Dat is helemaal maar gunstig voor ons. Dan ben jij te lachen? Ja, Sven bezig is met zijn tokotolin. Ziet er een beetje raar uit. Dan kan hij goed blijven ademen, die jongen. Sorry. Wil je het ook eens opnemen? Ja, anders ook. Het is echt niet te geloven hoor, het is echt onvoorstelbaar. Hey, Ron, er is maar één oplossing. Annek Botschieter. Jongens, ik wens jullie een hele fijne dag. En dankjewel. We kijken de finale in het laatste uur. En hoe te voor staan. En dan geef je wat tips of zo. Ik moet eerst naar buiten. Ik hem inzetten, Egon. Kapot schieten! Kapot schieten. Ambitie! We gaan er gewoon een leuke dag van maken. Remco! Volgen. Of gaan we toch iedereen maar kapot schieten? In ieder geval is Mr. Arrow back en dus de inspirerende woorden. Het is niet, als het één keer niet lukt, is niet erg, weet je wel. Het is gewoon blijven duwen, blijven rijden, blijven kijken, et cetera. Want de kans dat je nog 5 keer terugkomt is gewoon heel erg aanwezig. En dan kun je beter iets sparen en gewoon over die hele ronde uitsmeren. Want je komt nog een keer terug, het gaat nog weer een keer terugkomen. Great images here from the capital city of Belgium with a peloton of 135 riders going through Ter Fure and then on our way for the start. The first attacks coming from the cycling team. First time up the muur van Gerardsbergen, 87 kilometers to go. At that point, we had a breakaway of 7 riders, of which 2 remained. Then this attack on the steep part of the muur with Victor Campenaerts, Philippe Gilbert, and this is actually the moment of the race. They follow the camera bike, the first 5 riders, Gilbert van der Sande, Hirschiet, McNulty and Campenaerts, and the other 2, De Gendt and Evenepoel, they know the route, they're actually from the region, and then these 2 riders have a good lead. They work together to gain that lead, and 11 kilometers out from the finish line, also here's a number 11, the attack that everybody was waiting for in Etterbeek by Remco Evenepoel. This home win is a good one. Peloton is very close on the heels of these original riders from the Broken. We gaan dat opnemen dit. Ja. Man in de koers van vandaag. Goed de best gedaan. Ja. Maar je hebt nog een voorsprong gekregen. Ja. 2 minuten was het over. Kan ik zeggen, doen, dat is jammer. Maar dat was eigenlijk weer deze koers was in lijn van afgelopen eergisteren. Ze houden het kort om er een harde koers van te maken. Dankjewel, zoiets. De budding 11. Dus ik wil even hier tegen in de camera zeggen. De budding, hier zit hij. Wordt gewoon 11e vandaag in een pro-serie wedstrijd. Dus we zijn op de weg terug. Zo is dat. Halleluja, de budding. We'll be right back.